De NV Hakrinbank bestaat vandaag 80 jaar. Reden om op bescheiden wijze een feestje te vieren met het personeel. In de bank is er een taart aangesneden door algemeen directeur Jim Boussaid. En het eerste stuk ging naar een medewerkster die 41 dienstjaren heeft. Boussaid gaf aan dat een terugblik op de afgelopen jaren hem met tevredenheid vervult. De bank is namelijk uitgegroeid tot de op één na grootste bank in Suriname. Zonder bijdrage aan de financiering van projecten, van individuen en bedrijven. En we leveren daardoor een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. Ons imago is solide en betrouwbaar, een van onze slogans. En we zijn blij dat op onze verjaardag we met tevredenheid kunnen terugkijken op onze rol die we hebben gespeeld, maar ook onze gezondheid op dit moment. De bank verkeert in goede shape en we zijn daar trots op, ja. En dit ondanks de precaire financiële situatie? Ja, we zijn door stormen geweest. Als je 80 jaar neemt vanaf 1936, zijn er stormen geweest, maar ook hele goede momenten. En we zijn er blij omdat we dus door alle stormen heen toch wel door kunnen leven. En we zijn er ook van overtuigd dat we de storm die we nu meemaken, dat we die op een goede manier gaan overleven. Ja, maar heeft die nu al effect op de bank? Natuurlijk, banken zijn gevoelige bedrijven. Als de macro-economische omgeving verslechtert, merken we het meteen. De inflatie gaat omhoog, mensen gaan daardoor minder sparen. Vervelend is dat je de rente moet verhogen, zowel aan de spaarkant, maar ook aan dus de leenkant. En dat is niet altijd plezierig. Het bedrijfsleven komt door de situatie en moeilijkheden, waardoor leningen minder makkelijk kunnen worden afgelost. Het geldt ook voor particulieren, want hun koopkracht staat onder druk. Dus op dit moment zijn de risico's voor het bankwezen best wel hoog. We moeten zeer alert zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat we op een goede manier er doorheen komen. Boussaid zegt verder dat de banken nu minder ruimte hebben om financieringen te doen. Dit zorgpunt is vanmorgen naar voren gebracht tijdens een meeting met de governor van de Centrale Bank van Suriname. De bankdirecteur gaat in op één van de hoogtepunten van de bank. Daar zijn we buitengewoon trots op binnen de bank, is de introductie van internetbanking in Suriname in 2004. U weet, een hele moderne vorm van bankieren met gebruik maken van het internet. Wij zijn de eerste bank in Suriname geweest die dat hebben geïntroduceerd. En we gaan door ook om technologisch hoogwaardige diensten aan te bieden. Dit jaar bijvoorbeeld hebben we geïntroduceerd dat je bij de bepaalde taxis van moderne taxibedrijf, met die gele taxis, dat je daar met je pinpas kan betalen. We hebben ook geïntroduceerd dit jaar dat je bij solar service stations ook met je pinpas kan betalen met mobile post, noemen we dat. Met een mobiel postapparaat kan je dat doen. Dus we proberen allerlei innovaties door te voeren, zodat we de gemeenschap op een goede manier van dienst kunnen zijn. Tegenover hoogtepunten zijn er natuurlijk dieptepunten. Wat is één van de dieptepunten? Een van de dieptepunten was de clash die we met de groot aandeelhouder hadden eind jaren 90. Toen men vergaande ingrepen wilde hebben met binnen deze bank. Ik denk dat het grootste gevaar is dat ons bedreigt dat politici willen proberen invloed te krijgen op het bankbeleid. Dat is zeer gevaarlijk. Een bank is een gevoelig bedrijf, moet het hebben van een stukje vertrouwen. En ik hoop ook dat het in de toekomst zo blijft, dat politici hun plaats kennen. Wij kennen onze plaats en wij willen de samenleving ondersteunen. Maar het is geen gezonde zaak als de politiek interveneert in het bankwezen. Ik denk dat daar geen goede dingen van komen. En het is typisch dat u dat zegt, want een tijdje waren er geruchten van dat uw positie misschien aan het wankelen was. Was dat zo? Nee, dat is niet aan de orde. Wat aan de orde is, is een streven van deze bank al een tijdje om deze bank te privatiseren. Volgens Boussaid is er sinds 1998 een project dat met de IDB was overeengekomen om de bancaire sector te liberaliseren. Dit project is echter niet verder uitgevoerd. In verband met het 80-jarig bestaan van de bank hebben de personeelsleden vandaag bonnen en een extra uitkering ontvangen. Boussaid zegt dat de bank ook enkele sociale projecten heeft gesponsord.
Hij wijst erop dat de gemeenschap het erg moeilijk heeft en dat de bank probeert op deze manier een bescheiden bijdrage te leveren aan het verlichten van de nood. Dit is beter dan een groot feest te vieren, zegt Boussaid. Het haast afgelopen boekjaar wordt volgens de bankdirecteur niet slecht afgesloten. Er is wel een terugloop van de winst, maar dat is overal de trend, omdat banken het nu best wel moeilijk hebben, zegt Boussaid. De komende periode zal de prioriteit van de directie liggen op het consolideren en het vasthouden van de goede zaken die bereikt zijn.